Ik open de raadscommissie van 15 juni 2017. Wens de commissieleden van harte welkom. Het college is voltallig aanwezig. Mensen op de tribune van harte welkom en ook de mensen die thuis meekijken of meeluisteren van harte welkom. Stel punt 2 aan de orde, vaststelling agenda en inventarisatie rondvraagpunten. Er zijn bij de rondvraag is er een mededeling van mevrouw Makkinga over het Ommer podium. En er is een rondvraag van het CDA. En ik stel voor dat we zometeen eerst even het administratieve gedeelte doen, punt 4 en 5. Want voor de rest zijn het inspraakmomenten en dan verdwijnt het helemaal naar de laatste punten van de vergadering. En dat zou ik eigenlijk niet willen. En dan op basis van het aantal insprekers draaien we 6 en 7 om. Uitvoeringsprogramma Verkeersvisie om een 2030 wordt 6. En actualisatie toekomstvisie om een 2030, dat wordt 7. En dat is op basis van het aantal insprekers. Dan ga ik nu over naar agenda punt 4, vaststelling afsprakenlijst raadscommissie 11 mei. Iemand op of aanmerken, er is in principe niks binnengekomen. Dan is dat bij deze vastgesteld. 5, vaststelling afsprakenlijst rekeningcommissie 24 mei. Er is ook niets op binnengekomen. Ik kijk nog even rond. Geen opmerkingen, dan is die ook vastgesteld. Dan vraag ik nog een keer nadrukkelijk of er insprekers zijn voor de kadernota 2018. Dat is niet het geval. Dan hebben we dat agendapunt ook afgehandeld. En dan kunnen we overgaan naar het uitvoeringsprogramma Verkeersvisie om een 2030. Daar hebben we 2 insprekers. En dan begin ik met de heer Schuurman. Ja, hij doet. Goedenavond, mijn naam is Jan Schuurman. En ik had een mailtje gekregen over de visie van Ommer, de toekomstvisie van 2030. Mijn belangstelling gaat over het verkeer in Ommer. En de gemeente Ommer en de gemeenteraad, die spreek ik terug aan. Die af en toe vind ik persoonlijk, dat is mijn mening. Dan zitten ze te klooien over bepaalde. Wees eens een keer duidelijk over de dingen wat je doet. Niet zo lang zitten ze knooien over wat kost alleen maar geld. Ik vind, zoals in Ommer nou, dat stukje tussen de Vechtbrug en de patatboer, laat ik dat maar zo zeggen, langs die weg. In de zomer zijn de ombezing daar, dat vind ik persoonlijk, dan moet die weg van 's morgens 6 tot 's avonds 7 afsluiten. Als die dagen er zijn, die woensdag, die bezingdagen, vind ik niet erg. Maar door de week, anders als het zo is, maak er een bord van, zet er neer. Auto's, wat er ook is, mobiel verkeer, zijn te gas op dit stukje van de ene kant naar de andere kant. Dus alles wat met verkeer te maken, mobiel, laat ze dan gewoon. Alle fietsen, voetgangers, die hebben allemaal voorrang. En bij de Vechtbrug, daar zet er een streep neer. Voorrang, alles wat van links komt, heeft voorrang. Dus wacht maar net zo lang dat die mensen weg zijn. Dan is de Julianenstraat is vrij. Daar kunnen ze lekker doorrijden. Alleen er zit een probleem mee, wat ik gehoord heb, links-rechts. En dan geloof ik ook dat het vrachtverkeer naar de Julianenstraat gaat. Ik vind, zet er aan een politieagent neer die daar een paar weken achter elkaar bij je streng gaat controleren op dat situatie. En dan is de neerboeding heel makkelijk opgelost. Het vervoer naar binnen van de mensen, de winkels, alles kan makkelijk allemaal verzorgd worden. Zonder weinig geld te besteden, als je maar wil. Maar als je het niet wilt, kost geld. En de gemeenschap moet betalen. En dat vind ik erg. Dank u wel. Meneer Schuurman nog niet weglopen. Misschien zijn er vragen voor u. Nou, dan ben ik er grap niet. Kijk. Theo, dat bedoel ik. Als ze snel weer naar reageren, ze snel. Als je zo langzaam bent, dan schiet dat ook niet op. Ik kijk even rond, Jan. En volgens mij zijn er geen vragen voor je. Je mag nu gaan zitten. Dank u wel. De heer Van der Stempel. Mijn naam is Van der Stempel. En ik heb vorig jaar een brief gestuurd aan de gemeente waarbij ik opmerking maakt over het feit dat je in de binnenstad nauwelijks meer kan fietsen, overdag althans. En ook het punt hier bij de rotonde, dat het ook voor fietsers en met name voor oudere fietsers, en tot die categorie behoor ik inmiddels, dat het daar moeilijk is om over te steken. En we zijn dan ook, zolang er geen echt gehandhaafd wordt, zijn we gewoon wat ondeugend en rijden tegen de rijrichting in.
Maar wat de binnenstad betreft, ik ben gehoord tot de categorie hoogbejaarden. Ik fiets nog wel, maar lopen dat gaat me wat moeilijk af en u heeft het inmiddels gezien. Dus ik zou er toch goed kunnen willen fietsen en ook tijdens de openstelling van de winkels. Ik kan me voorstellen dat het misschien problemen geeft om dat te onderkennen, maar ik denk dat er een mogelijkheid is voor een ontheffing. U weet vroeger, en een enkele keer zie je het nog, mensen die stokdoof waren, die hadden een bordje aan de fiets met SH. En voor mij zou een bordje SL goed zijn, slecht lopend. En dan heb ik een bewijsje in mijn zak dat als ik aangehouden word, dat ik in ieder geval kan aangeven dat ik een ontheffing heb. Ik begrijp dat het wat moeilijk is. U weet, boven het bed van elke ambtenaar en elke bestuurder hangt een tekst: behoed mij voor het scheppen van precedenten. Tegenwoordig hangt er een andere tekst naast: help mij out of the box te denken. Dus misschien biedt dat de mogelijkheid om een aanpassing te maken. Vragen voor meneer Van der Tuin? Geen vragen. Dank u. Dan gaan we over tot behandeling van het onderwerp verkeersvisie Ommen 2030. Wie wenst daarover het woord te voeren? De heer Dunnewind. Dank u wel, voorzitter. Naast de genoemde beleidskeuzes hebben we in de voorgaande commissie en raadsvergadering aangegeven dat verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming ook in die volgorde de kapstok is waaraan we verschillende maatregelen willen ophangen. Voortschrijdend inzicht leert ons dat het opzetten van een uitvoeringsmatrix lastig blijkt te zijn en de rol van de raad wel erg in de richting van uitvoering van beleid trekt en dat is in principe toch meer aan het college. Het is een goede exercitie in het denkproces geweest wat ons betreft. Maar naar onze mening hoeft de raad de uitvoeringsmatrix niet vast te stellen. Wat ons betreft nemen we punt 1 uit het raadsvoorstel voor kennisgeving aan en laten de besluitvorming hierover aan de nieuwe raad over. Graag hierop een reactie van de portefeuillehouder. We beseffen dat het een en ander in werking gezet moet worden en een grote lijn die verder in het raadsvoorstel staat weergegeven ondersteunen we. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. De heer Jonge. Ja, volgens mij doet u het. Ja, voorzitter, ik kan heel kort zijn, want dit onderwerp heeft al een aantal keren op de agenda gestaan. En gedeeltelijk deel ik ook al wat mijn buurman zegt. Echter, wij zijn van mening, we hebben geen vragen. We hebben ook geen vragen gesteld en ook geen prioriteiten gesteld over de omtrente kaders. Want mijn fractie vindt het een lastig punt om daar keuzes in te maken. En ik zie in de stukken ook wel een beetje dat het beleid al uitgestippeld is door het college. Dus wat ons betreft, voorzitter, gaan we zo snel mogelijk naar 29 juni besluitvorming in deze. En daar zal ik u ook kenbaar maken hoe mijn fractie tegen de verkeersvisie aankijkt. De heer De Vries Robles. Voorzitter, dank u wel. Naar mijn stellige mening hebben wij de visie reeds vastgesteld, maar hebben wij er ook een abonnement aangenomen wat klip en klaar aangaf wat prioriteit heeft in het centrum. We hebben zojuist een inspreker gehoord die volgens mij perfect verwoord heeft wat wij daarmee bedoelen. En wat dat betreft kunnen wij nogmaals, steunen wij de mening die hier naar voren gebracht is door de woordvoerder van het CDA. Namelijk dat wij als raad feitelijk niet op de uitvoerende stoel moeten gaan zitten. En dat wij dus aan het college overlaten en aan het ambtenaar om te ontwikkelen. De visie die wij in deze notitie vastgelegd hebben. En wij hopen dat we in 20 juni in ieder geval toch wel helderheid kunnen krijgen over dat we de maatregelen die voor 2017 voorgesteld hebben, dat we die tenminste uitvoeren. Mevrouw Schunselaar. Dank u wel, voorzitter. Ik wil ook graag even een opmerking maken over de matrix. Want het heeft ons ook heel wat kopzorgen gekost om het rond te krijgen. En, maar goed, dat betreft steun ik ook wel datgene wat, steunen wij datgene wat de heer Dunwind gezegd heeft. Van ja, dit is eigenlijk een zaak wat, wat des ambtenaren is. En, maar goed, het heeft ons... Het college, sorry. Maar het heeft ons wel één ding...
toch laten zien dat dus die lus Strangeweg en Nieuwelandse straat helemaal naar onder is gezakt en nu uit het voorstel gehaald is. Dus denk ik, van de andere kant heeft het toch ook wel weer wat opgeleverd. Goed, dat is voor wat betreft de matrix, of voor wat betreft de uitvoerings. We hebben nog wel een vraag. Een vraag aan de portefeuillehouder over de meerwaarde van het ophogen van 50 naar 70 kilometer van de Koevoordeweg. Want daar hangt wel een prijskaartje van 15.000 euro aan. Dus ik zou toch graag nog een reactie willen hebben ten aanzien van de meerwaarde. De inspreker zei het heel treffend van fietsen in de centrum toegestaan. Ja, maar wel met de kanttekening, dat hebben we eerder ook wel eens gezegd, indien mogelijk. Er zullen wel eens momenten plekken zijn waar het niet kan. En ik vraag hier ook een reactie van het college. Dan heb ik nog, dat is een onduidelijkheid. Het is wel voor 2018, ik weet dat komt allemaal nog wel. Die aanleg van de fietsvoorziening Kindplein West naar Sporthal. Dat praat over een bedrag van 20.000. En wat wordt hier nu precies mee bedoeld? En als ik dan verder ook zie in de planning een bedrag van 50.000 voor aanleg, infra, sporthal, ontsluitingsweg en parkeerplaats. A, is dat nodig en wat wordt hier nu precies mee bedoeld? Daar zou ik toch graag nog een verklaring voor willen hebben. Nou, in de stukken staat de monitoring van de Julianastraat, maar de heer Dunnewind heeft dat al schriftelijk ook gevraagd. Hier wordt waarschijnlijk ook, en dat is ook bevestigd, de Schuringstraat bedoeld. En in de klankbordgroepen zou ik toch willen aanbevelen om daar ook een bewoner, of kijk er zelf maar even vanuit, die straat zitting laten nemen om te zorgen dat de argumenten die zij eerder hebben gezegd, dat die goed naar voren komen. Dan is er nog een vraagteken waarom dat vrijliggend fietspad Koevoordeweg, Slagenweg, of dat wens is. En waarom, op basis waarvan is dat een wens geworden? En dan is datgene wat de heer Schuurman zei van ja, zorg nu dat je dus als je vanaf de Vechtkade komt en je wilt links of rechtsaf. Nou, meneer Schuurman zei dus zet er een grote streep. Nou, ik zou zeggen zet haaientanden, want dat is volgens mij verkeerstechnisch beter haalbaar. Maar er staat in een stuk een tegenstrijdigheid waar ik niet zo goed kan vatten. Als je dus er van die Vechtkade afkomt, dan ga je naar de Julianastraat toe. En dan naar de Schuurlingstraat en naar de Balkenweg. Nou, dat is voor ons niet helemaal duidelijk wat dat nu precies wil. En dat hadden we ook aan de ambtenaar kunnen vragen, mevrouw Schunselaar. Ja, dat weet ik. Dat weet ik, maar ik wil graag een politiek antwoord hierop hebben. En ik heb... de rest heb ik ook afgevraagd aan de ambtenaar. Dank u wel. De heer Boerman. Ja, voorzitter, dank u wel. De verkeersvisie is inderdaad vastgesteld. De beleidskeuze onderschrijven wij ook. Wij hebben echter als raad wel gevraagd, en ik onderschrijf inderdaad dat wij ook vinden dat veiligheid, leefbaarheid en doorstroming, dat inderdaad die volgorde moet zijn, veiligheid, en dan met precisie voor die kwetsbare groep verkeersdeelnemers, de fietsers, kinderen en voetgangers. Als raad hebben we echter wel gevraagd om het los te koppelen, het uitvoeringsprogramma los te koppelen. Daar hebben de ambtenaren een geweldig stuk voorbereid, een matrix waarbij iedere fractie kon aangeven welke prioriteiten ze daar bestelden. Maar goed, als je ziet een aantal fracties dat niet hebben gedaan of niet in de score van 1 tot 10, maar van 1 tot 3, dan kom je met je hele prioritering natuurlijk wel behoorlijk in het nauw. Zo zien wij dat wij een aantal dingen op 1 gezet hebben die dan later weer op een andere manier terugkomen. Dus ik denk wel dat het inderdaad meer is als een goede exercitie. Deze raad heeft er zelf om gevraagd. Er is veel tijd ingestoken. Ik denk dat het een heel goed stuk is. Goed, dat neemt niet weg dat wij ook van mening zijn dat de beleidskeuze die wij al hebben vastgesteld en een amendement waarbij gesteund hebben, waarbij inderdaad de fietser voorrang heeft en de auto de gast is, dat wij die onderschrijven.
Het monitoren van de Schuringstraat, Julianastraat, is al aan de orde geweest. Dan gaat het volgens mij niet alleen om het aantal vervoersbewegingen, maar ook wellicht om de snelheid, waar een flink aantal klachten over kwamen, over de snelheid, met name op de Schuringstraat. En daarbij het nemen van eventueel snelheidsbeperkende maatregelen, niet zijnde verkeersdrempels. En er was ook al de Lustlangeweg is aan orde geweest, die er inderdaad uitgehaald is. Daar zijn we volledig mee eens. Mag ik daarbij aannemen dat ook de voorbereidingskosten die er nog wel in staan, dat die ook van de baan zijn voor het onderzoek naar die lust van de Lustlangeweg. Want dat staat volgens mij nog wel in het stuk. Dus ik neem aan dat dat ook eruit gehaald wordt dan. Voorzitter, dat was het. Meneer Bongers. Dank u wel, voorzitter. Terecht geeft mijn rechterbuurman, de heer Moerman, geeft aan dat wij zelf gevraagd hebben om een matrix van uitvoeringsprogramma. En dat wij daar een prioritering in aan zouden geven. Nou wil het wel het geval zijn dat rekenkundig de matrix niet goed gehanteerd is. Daar waar iemand een nul invult en bedoeld heeft om daar absoluut geen prioriteit aan te geven, en die nul wel te gebruiken als een som en vervolgens daar een gemiddelde van te berekenen, krijg je een voorkomen verkeerde prioriteit. Rekenkundig volstrekt onjuist. Maar maakt dat heel veel verschil? Waarschijnlijk niet. Wat wij toch wel vreemd vinden, is, en dat is ook, sluit ook aan wat meneer Dunnewind zegt, er zijn een aantal uitvoeringsactiviteiten, bijvoorbeeld het monitoren van de Schuringstraat. Ja, moet je daar nog separaat geld voor reserveren? Moet je daar überhaupt aan prioriteren? Dat is toch gewoon een onderdeel van een organisatie wat gewoon dagelijks uitgevoerd kan worden. Het kan er niet zo zijn dat we zelfs voor dat soort uitvoerende programma's hier prioritering aan moeten geven. En daar sluit ik me toch bij het CDA aan. We moeten dat beter onderscheiden. Dat was het. Het politieke oordeel, dat doen we in het in de raadsbijeenkomst, zoals dat gebruikelijk is. Ja, volgens mij was het al deels politiek oordeel, maar goed, dat is. De heer Wint. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, wij hebben ook als ChristenUnie met belangstelling kennis genomen van deze stukken. En ook van de ingevulde matrix. En we vonden het op zich wel interessant om te zien hoe andere partijen alle punten prioriteren. Maar we hadden wel zoiets inderdaad van ja, wel, zo'n matrix heeft eigenlijk alleen zin als je aan drie voorwaarden voldoet. En dat is ten eerste dat iedereen meedoet. En dat die correct wordt ingevuld. En dat die ook correct wordt geïnterpreteerd. Nou, dat, niet iedereen heeft meegedaan. Twee partijen hebben hem niet ingevuld. Dus dat vinden wij eigenlijk wel heel jammer. Dan is er ook nog één partij die hem op zijn minst dubieus heeft ingevuld. Dus dat, dat is een waardeoordeel, dat moet ik nog even voor u laten. Oké. Okay. Dat vinden wij, laat ik het dan zo zeggen. Maar wat ik het belangrijkste punt vind, en daar refereerde mijn buurman ook al aan, is dat die matrix correct wordt geïnterpreteerd. En inderdaad is het dus zo, dat wat ons betreft is dat ook opgevallen, dat waar wij een nul hadden neergezet, waarmee wij wilden aangeven van dat dit wat ons betreft totaal geen prioriteit zou moeten hebben, dat het inderdaad wel meegenomen wordt eigenlijk als een hoge prioriteit. En een van de punten waarin wij dat willen illustreren is, laat ik eerst wat anders zeggen. Op de hoofdpunten, dus op de thema's, zeg maar, hebben we gezien dat het op zich geen verschil uitmaakte. Maar binnen de thema's hebben we gezien dat het wel degelijk wat verschil uitmaakte. Want als we dan kijken naar bijvoorbeeld het punt verbetering fietsinfra rond de Hessel-Mühlenbrug, die krijgt uiteindelijk in het uitvoeringsprogramma een redelijk hoge prioriteit. Terwijl als je daarin onze nul zou meenemen als een hele lage prioriteit, dan komt die op een hele andere plek in het lijstje te staan. Dus in die zin zouden wij toch wel willen vragen of er nog even goed gekeken kan worden naar die cijfers. En dat was eigenlijk ook de vraag waar ik naartoe wilde. Tot zover. Dank u wel. Het woord is aan de portefeuillehouder, de heer Verkerk. Ja, ik dank de raad voor over het algemeen een positief onthaal van deze uitvoeringsagenda.
Ik denk dat met de uitvoeringsagenda op een goede wijze recht wordt gedaan aan de algemene strategische visie op de gemeente, zoals verwoord in het prachtige visiestuk. Dus daar past hij goed in. Ik denk ook dat we in de uitvoeringsprogramma de belangrijke punten die de Raad ook aangeeft in het verkeersbeleid ook zijn ingevuld. Dus daar kan de Raad zich volgens mij ook goed in vinden. Daar zijn we blij om. Ja, en hoe je hem dan gedetailleerd over een stuk of 40 projecten dan precies honoreert, dat is een nadere afweging van wat we politiek geproefd hebben en wat we, nou ja, vanuit de specifieke verkeerskundige afweging het zwaarst hebben laten wegen, laat ik het zo maar zeggen. En daarna spelen natuurlijk ook de financiële middelen een rol. Je moet zich nog wel goed realiseren dat we nog steeds niet heel veel vet op de botten hebben. En dat het harde keuzes zijn binnen geringe financiële middelen. Daarbij moet je toch kijken wat je urgent en snel kunt realiseren. En dingen die wel belangrijk zijn, maar misschien iets meer tijd nodig is om daar financiering voor te vinden. Maar je moet ze wel onder de aandacht houden. Zo hebben we de redenering zitten maken. Dat betekent dat u een aantal van deze dingen terugvindt in de kadernota die we binnenkort gaan behandelen. Dat zijn de dingen die we direct kunnen doen, die ook financieel haalbaar zijn. Dat is denk ik het belangrijkste. Een aantal andere dingen staan in de rij om in de begroting te worden opgenomen. Moet u maar wat van zeggen zometeen. En ook na de kadernota worden die zaken harder. En daarnaast is de derde categorie zijn een aantal dingen die moet je echt gewoon in het nieuwe collegeprogramma zien te realiseren. Dan is er ook nieuwe gedachten mogelijk over de financiële middelen. Die zullen nog steeds niet uitbundig zijn in Ommen, maar we mogen de verwachting hebben dat dat wel verbetert. En dat is een prestatie die u en deze gemeente hebben geleverd. En dat is ook een beetje resultaat van positieve financiële ontwikkelingen die ik verwacht in het gemeentefonds als gevolg van een betere positie op het Rijksbudget. Dus dat is de politieke lijn waarlangs we gewerkt hebben. Dan komen we tot dit resultaat. Meneer Dunnewind zegt, wat mij betreft kunnen we bullet 1 voor kennisgeving aannemen. Dat past een beetje in deze bestuurlijke benadering. Want heel veel dingen vinden gewoon hun vertaling in de financiële stukken. En die komen nog. En dan kunt u ook werkelijk elkaar de nieren beproeven op de vraag, gaan we dit nou doen of niet? Dit is toch meer een opmaat en een uitsortering van wat er verkeerskundig nodig is. Met een onderbouwing daarbij. En de precieze financiële afweging, met misschien een kleine wijziging die de Raad zou willen, die komt dan aan de orde bij de financiële stukken. Dus die komt allemaal nog aan de pak. Dat is een beetje de politieke beschouwing die ik erover geef. Misschien ik een aantal anderen hebben nog een aantal vragen gesteld, iets meer op detailniveau. Die kan ik op dit moment niet precies beantwoorden, daar zit ik gewoon niet genoeg in. Maar we hebben een ambtelijke ondersteuning, misschien dat die even aan de tafel kan komen. Want ik wil wel verder met het dossier, dat begrijpt u. Er is lang genoeg op gewacht, we hebben het huiswerk gedaan. Dus het zal wel helpen als we vandaag de inhoudelijke discussie en de vragen die er nog bij zijn kunnen afkaarten. En dan kun je gewoon heel wel overwogen en heel snel echt uiteindelijk met geld beslissen. Heel snel al bij de kadernota, straks bij de begroting. En dan is er voor de verkiezingen denk ik ook nog wel wat om over te praten. Dus ik zal ook niet alles invullen vandaag. Dan kunt u nog eens een keertje proeven hoe het ligt bij de bevolking. En er zullen hier en daar wel wat elementen van verschil kunnen optreden. Dat wil ik ook graag aan het politieke domein laten. Er waren wat technische vragen. Zou je die kunnen afgaan? Ik ga mijn best doen. Volgens mij vooral van de VVD een aantal vragen. Ja, de Koevoordeweg aantrekkelijk maken. We willen juist het verkeer over de Koevoordeweg en Slagerweg om laten rijden. En daarvoor willen we ook die route aantrekkelijker maken en dus de snelheid verhogen. Kindplein West, dat zijn vooral voorbereidingskosten om te kijken van wat moeten we in dat hele totale gebied gaan doen om daar een goede veilige situatie te creëren. En het fietspad, Koevoordeweg, Slagerweg, is eigenlijk onderdeel van het hele
gewenste fietssnelweg wat we ooit willen realiseren tussen Zwolle en Hardenberg. En dat zou daar een mooie schakel kunnen zijn. Dat zijn volgens mij de VVD. En ik wil ook wel iets kort toelichten over de matrix. We hebben vooral gekeken naar de thema's en niet zozeer naar de projecten die daaronder zitten. We hebben vooral gekeken van zit het concept uitvoeringsprogramma wat ook de OIT inzage heeft gelegen. Komt dat in grote lijnen overeen met de scores die door jullie allemaal zijn gedaan? En we hebben het gemiddelde is vooral de gele, daar hebben we naar gekeken. En niet zozeer naar alle SEC, ieder projectje, hoe heeft die gescoord? Dus, volgens mij waren dat de vragen. De tweede ronde. Heer Dunnewind. Dankjewel, voorzitter. De portefeuillehouder bedankt, of de waarnemende portefeuillehouder bedankt voor het beantwoorden van de vraag. Alleen wat ik nog even afvraag is nu, volgende week staat die op de agenda van de raad. Gaan we het raadvoorstel aanpassen, dat we het kennis nemen, of blijven we het vaststellen? Gaan we het raadvoorstel aanpassen, ja of nee? Dat zijn concrete vragen. De heer Moerman. Ja, voorzitter. Ik had nog een vraag gesteld over het onderzoek. Die lust Stangenweg Nieuwe Landstraat. Die is eruit gehaald omdat inderdaad fracties aangaven daar geen mogelijkheden zien. Maar die 10.000 euro die staan er nog wel in voor die voorbereidingskosten, onderzoekskosten. Die worden er, neem ik aan, ook uitgehaald. Mevrouw Schunselaar. Ja, dankjewel voorzitter. Ik heb nog één vraagje over fietsen in het centrum toegestaan met de kanttekening indien mogelijk. Daar heb ik nog geen reactie op gekregen. Dus dat zou kunnen graag. Meneer Bongers dan voor de tweede termijn. Voorzitter, even misschien voor de helderheid, want in mijn agenda staat de verkeersvisie niet voor volgende week. Nee, 29 juni. Poosje, oké. Okay. Het woord is aan de portefeuillehouder. Ja, meneer Dunnewind suggereert om het besluit aan te passen. Daar ben ik heel duaal in. Het stuk is op dit moment van de raad. Het college heeft geen bezwaar tegen de aanpassing in de u bedoelde zin. Dus als de Griffie dat in orde kan maken, dan gaat hij er zo door. Voor de technische vraag verwijs ik nog even naar de ambtelijke ondersteuning. Het klopt, de lussen moeten helemaal uit, ook de voorbereidingskosten. Fietsen in het centrum. Fietsen in het centrum, sorry. ja, dat gaan we nog zorgvuldig even bekijken, waar wel en waar niet. Je gaat niet hele kleine steegjes ook waarschijnlijk toestaan. Dan vraag ik meneer Schuurman of hij nog iets heeft toe te voegen. Meneer Van der Stempel, heeft u nog iets toe te voegen? U bent heel blij als u in de binnenstad weer mag fietsen. Goed. Nou, dit is nog niet besluitvormend, hè. Dat komt. Het is zo weer volgend jaar. Ja. Nee. Snel en zorgvuldig, meneer Schuurman. op basis van de opmerking concludeer ik dat dit stuk als een bespreekstuk naar de raad gaat. Dan gaan we verder met het actualisatie toekomstvisie om een 2030. En dan vraag ik meneer Bert Ruitenberg namens LTO Vechtdal om naar voren te komen. Ja, hij staat aan. Goedenavond, mijn naam is Bert Ruitenberg. Ik kom uit het mooie Dalfsen. Ik ben vicevoorzitter van de afdeling Vechtdal van LTO. En wij hebben met een aantal bestuursleden even naar het onmotief gekeken. Vanavond staat de vaststelling van het onmotief 2030 op het programma.
Een document waarmee de strategische koers van de gemeente Ommen voor de volgende decennium staat beschreven. Wij stellen het nadrukkelijk zeer op prijs dat de gemeente ook de agrarische sector met LTO Vechtdal als afvaardiging heeft betrokken bij het voortraject. Toch willen we u vanavond nog wel onze visie op enkele onderwerpen uit het document meegeven. We proeven in het voorliggende document, hopelijk onbedoeld, ten opzichte van het in 2008 opgestelde Ommenmotief en het daaruit voortvloeiende gemeentelijke omgevingsplan, enige terughoudendheid in het bieden van ruimte aan schaalvergroting van agrarische bedrijven. In tegenstelling tot het Ommenmotief uit 2008 en het recente van vastgestelde gemeentelijk omgevingsplan wordt het gericht versterken van de tweedeling in de landbouw met enerzijds grootschalige landbouwbedrijven en anderzijds bedrijven die zich meer richten op duurzaamheid, natuur, recreatie en landschap niet expliciet uitgesproken. Er wordt in voorliggend beleidsdocument gesproken over het koesteren van de landbouw en eventueel toestaan van experimentele landbouw, waaronder verticale teelt, stadslandbouw en biologische boeren wat verstaan. Iets verderop in het voorliggende document staat beschreven dat gebiedsverdeling moet leiden tot meer ontwikkelingsmogelijkheden, waarbij vervolgens toerisme en de agrarische sector als beheren van natuurgebieden wordt benoemd. De derde pijler, schaalvergroting, zien we in het voorliggende document niet terug. We willen u meegeven dat diversiteit in een robuuste economische structuur van wezenlijk belang is. Een en ander, zoals u zelf ook verwoordt in het Ommenmotief uit 2008. We hopen dan ook dat de landbouwparagraaf in het gemeentelijk omgevingsplan, welke bovendien slechts 4 jaar oud is, naar aanleiding van het voorliggend visiedocument onveranderd blijft. Wat we daarnaast opmerken is dat de gemeente niet ingaat op de vrijkomende agrarische bebouwing in het buitengebied. We zien dat omliggende gemeentes volop bezig zijn met visievorming aangaande dit thema. Hoewel deze problematiek in het oriënterende gesprek ter voorbereiding om het Ommenmotief 2030 samen met ook de asbestproblematiek aan bod is gekomen, wordt hier in het Ommenmotief 2030 niet op ingegaan. We zijn ons bewust van de complexiteit van dit onderwerp, maar denken wel dat het een essentieel onderwerp is om de strategische koers richting 2030 uit te kunnen zetten. We noemen ze de stoppersregeling van de varkenshouderij die afloopt, de verplichting tot asbestverwijdering voor 2024, het teruglopen agrarische jongeren, etc. Verpaupering van het buitengebied is voor ons niet wenselijk, vanwege de negatieve beeldvorming van de agrarische sector, maar ook zeker niet voor een gemeente die gaat voor ruimtelijke kwaliteit. Indien gewenst zijn we zeker bereid om mee te denken met de gemeente om deze materie handen en voeten te kunnen geven. Dit is wel van toepassing bij andere gemeentes. Tot slot willen we nog even kort aandacht vragen voor het stilleed dat zich afspeelt in het buitengebied. We begrijpen dat voortliggend document de grote lijnen uitzet en daarom het verborgen leed van het buitengebied nu niet expliciet benoemt, maar willen u wel meegeven dat het vaak onzichtbare leed niet uit het oog te verliezen. Als aanvulling op het stilleed is LTO Vechtdal momenteel bezig om een platform op te richten. Boer en Toekomst Vechtdal, platform voor stilleed. Ook hierin willen we graag contact onderhouden. Ondertussen is overigens een afspraak gemaakt met de wethouder. Ik dank u voor uw aandacht. Vragen? Mevrouw Lagas. Wel, voorzitter. Misschien is het bij het lezen aan de aandacht ontgaan, maar op pagina 10, of 19, sorry, bij Natuur, Landbouw en Recreatie staat in het groene gedeelte specifiek het initiatievenplatform Stilleed, hulpverlening voor medemens buitengebied. Bedoelt u nu dat wat daar staat onvoldoende is, of hebben jullie het over het hoofd gezien? Misschien beide, maar wij willen er wel expliciet aandacht aan geven. En dat komt ook omdat we binnen ons bestuur dus nu een platform opgericht hebben, daar ben ik dus zelf onderdeel van, om daar extra aandacht aan te schenken. En we merken gewoon dat nodig is. Want we zijn nog in oprichting, maar we hebben toch al 4 casussen te pakken. Dus dat geeft wel aan dat er heel veel aandacht voor moet zijn. Ja, maar dat is dus... Ik dacht dat u het misschien niet gezien had. Want dit is natuurlijk een visiedocument waar het beleid nog onder zit. Mm-hmm. Dat wordt hier niet uitgeschreven. Dus daarom was het even mijn vraag. Maar het was eigenlijk meer een extra aandachtspunt. Extra aandachtspunt. Ook een beetje mijn platform een beetje onder de aandacht. Dat mag. Mevrouw Bakelaar. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik was even nieuwsgierig, want u geeft aan, u bent wel betrokken geweest, hè, actief betrokken bij dit hele proces.
En dat is even de vraag. U heeft een aantal dingen benoemd, tenminste zo beluister ik het. Ja. En u geeft aan, u heeft het wel benoemd, maar het is niet uiteindelijk in dit document terechtgekomen. Niet, klopt dat? Niet voldoende. Oké, niet voldoende. En met name ook zoals de vrijkomende grijze bebouwing. Mm-hmm. Dat is dat kan een groot probleem worden. Meer door de vele stoppers die er momenteel zijn. En je ziet in andere gemeentes dat het ook een probleem is. Maar die hebben er wel een bepaalde visie bij. En dat missen wij in dit stuk. Ja. Helder. Mooi, dank u wel. Mogen we uw bijdrage eventueel nog ontvangen op papier als in ieder geval? Ja hoor, dat is geen probleem. Als fracties. Ik denk dat als ik weet waar hij naartoe gestuurd moet worden. Misschien de griffie. Naar de griffie? Ja. Graag. Helemaal goed. Dank u wel. Jongens. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor uw bijdrage. In het verlengde wat mevrouw Baaklaar vroeg, had ik ook al. Hebben jullie een visiedocument waarin we dat zouden kunnen betrekken? Zeker met de komst van de raadsverkiezingen binnenkort, zou het wenselijk zijn dat jullie visie in ieder geval kenbaar is, zodat we daar ook gericht op kunnen reageren. Nou, Ja, mag ik antwoord geven? Heel graag. Wij gaan als afdeling graag met de verschillende partijen in gesprek. Voorafgaan aan de verkiezingen. Ook voordat jullie partijprogramma vaststellen, willen wij graag met jullie in gesprek om van gedachten te wisselen. Dan wachten we op de uitnodiging. Die uitnodiging krijgen wij dus ook al van andere gemeentes. We willen ook graag jullie als partijen graag hierbij betrekken. Dus. Oké, we wachten de uitnodiging af. Ja, nou, u mag ons ook uitnodigen. Er is in ontwikkeling een visie van LTO in Hardenberg, Ommen en Dalfsen. En die komt na de vakantie, is die gereed, heb ik begrepen. Ja. Ja, en ik hoop dat het dus nog aansluit voordat jullie verkiezingsprogramma definitief is. Ik constateer dat er verder geen vragen meer zijn. Dan mag u uw plaats innemen. Bedankt. En dan gaan we over tot behandeling. En dan komt mevrouw Makkinga namens de stuurgroep hier even naar voren om het proces te schetsen. Dat was voorbehouden aan Mark Bouwens, maar goed, die heeft ons helaas verlaten. Het woord is aan mevrouw Makkinga. Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, het is eigenlijk Mark Bouwmans die hier het een en ander zou toelichten. Dus in die zin is het ook wel even een beetje wennen voor mij om deze rol nu te pakken. Maar wat ik in ieder geval graag wil delen met jullie is dat de werkgroep, de participatiewerkgroep, die heeft actief meegedacht. Vooral in het proces om tot dit document te komen. In de raadsbrief staat ook al aangegeven, we hebben een aantal bijeenkomsten gehouden. En daarin hebben we vooral als leden van de werkgroep, en daar was bij betrokken mevrouw Suzanne Schepers en Roosmarijn Wernas. En ikzelf dan. En we hebben vooral steeds gekeken van hoe kunnen we nu zo zorgen dat de inwoners inderdaad actief meedoen en meedenken in dit hele proces. En daar hebben we eigenlijk een aantal stappen in gezet. Eerst hebben we wat speciale mensen uitgenodigd van maatschappelijke organisaties. En die hebben we, maar daar hebben we aan de hand van stellingen het gesprek mee gevoerd. We hadden hun ook gevraagd om in hun eigen achterban dat gesprek nog voor te zetten. Nou, die weg is niet gelukt. Dat is denk ik ook een leerproces van onszelf geweest. Van, je kunt dus iets willen, maar dat was een te kort door de bocht geformuleerde weg. Dus vervolgens hebben we een bijeenkomst belegd in het november. Ja. Nou, in ieder geval in het najaar met maatschappelijke organisaties en ondernemers, et cetera, en inwoners. En een derde bijeenkomst waarin we expliciet inderdaad ook met inwoners uitgenodigd hebben, ad random, een x-aantal mensen uitgenodigd. En die hebben er ook op gereageerd. En die avond hebben we ook gehouden in Vegetal, waar ook een aantal van u bij aanwezig waren en een actieve bijdrage aan hebben geleverd.
U hebt ook gezien van dat de beeldverslagen die van die avonden gemaakt zijn ook een plek hebben gekregen in het document. Vooral ook om de, voor de herkenbaarheid van die beeldverslagen waren ook bedoeld dat we niet alleen maar weer in de gebruikelijke A4'tjes, maar inderdaad middels een andere manier mensen laten kennis, de resultaten vertalen, zodat ze inderdaad ook herkennen van wat in, ingebracht is. En nou, misschien tot slot nog van dat naast dit wat uitvoerigere visiedocument er een populaire versie is gemaakt. En volgens mij ligt die, nee is deze niet, ja deze ligt hier ook op tafel. Die binnenkort, is de bedoeling althans, ook meegaat met het ondernieuws. Zodat mensen, inwoners het ook op die manier tot zich kunnen nemen. En we hebben als laatste nog een bijeenkomst gehouden met jongeren van het Vechtal College. En die hebben ook een visie gegeven op een toekomst. En daar is dit document, wat net vers van de pers is, ook bij u op tafel ligt. Dus dat is een beetje kort door de bocht, maar hij is er. Ik dacht, het is toch goed om hem hier neer te leggen. Nou, tot zover denk ik op dit moment, voorzitter. De heer Bommers heeft een vraag. Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw Makker, ja, dank voor het werk wat geleverd is. Want op zich is daar heel veel energie en betrokkenheid in gestoken. Ik denk dat dat heel positief is. Maar ik heb wel een hele principiële vraag. Want dit document, is dit nou een document wat een verslag doet van meningen, visies van mensen uit Ommen? Of is het een document van de gemeente waarin de visie staat voor 2030? En ik zal het ook nog even toelichten, want op sommige teksten ben ik wel geschrokken. Want er staat in sommige teksten staan meningen, vaak ook in stereotypen. Ik denk dat dat heel moeilijk gemeentebeleid kan zijn. Dus mijn principiële vraag is, is dit een eindverslag van de meningen dan mensen, van mensen die mee hebben gedaan? Of is dit het eindvisie van de gemeente Ommen? In mijn optiek is het vooral wat wij opgehaald hebben bij de inwoners. Dat hebben we proberen te bundelen in dit stuk. En het is, ik vind het een beetje, ja, ook weer lastig. In mijn optiek is het vooral inderdaad opgehaald bij de inwoners, gekoppeld aan bestaand beleid. Hè, daar zijn we mee begonnen, gekoppeld aan bestaand beleid. En vervolgens wat verder kijken, nou ja, richting die toekomst. En of dat helemaal 2030 is, kun je nogal wat vraagtekens bij zetten. Maar voor mij is het echt een vertaling van wat wij opgehaald hebben bij alle mensen aan de hand van de stelling, aan de hand van de gesprekken, de tafelgesprekken. Nou ja, dat is het in mijn optiek. Meneer Bommers. Ja, dank u wel, voorzitter. Helder antwoord. Ik ben blij dat u dat ook zo de document de waarde toekent zoals het ook volgens mij zou moeten. Maar dat neemt naar mijn mening niet weg dat het textueel, dat wij als gemeente daar wel een verantwoordelijkheid in hebben. En nou ja, als ik bijvoorbeeld kijk op pagina 13, maar er zijn ook meerdere pagina's hoor. Nogmaals, hoe daar in stereotypen geredeneerd wordt en gedacht in tweedelingen van de maatschappij, dan denk ik van dat kan best een mening zijn, maar dat kan niet de mening zijn van de gemeente. Ik vond het wel schrikken eerlijk gezegd. Meneer Bommers, ik denk dat u deze vraag aan de portefeuillehouder moet stellen, want het is een stuk van het college. En mevrouw Makkega zit hier alleen om het proces te schetsen. Prima. Dan kan het college alvast nadenken over de vraag, voorzitter. Op het antwoord. De heer De Jonge. Ja, voorzitter, ook wel een beetje op aanvulling wat de heer Bommers zegt. Want ik heb het stuk iets anders beleefd. Ik moet eerlijk zeggen dat bij de bijeenkomst in het Vechtdal college mij wel opviel dat er ook wel tegenstrijdigheden uit de zaal kwamen. En dat verbaast me niks dat er ook tegenstrijdigheden misschien in het document ziet. Mijn fractie ziet het meer als basis voor de toekomst om een aantal zaken op papier te zetten. En ja, u zegt van het is een stuk van het college. Dat verbaast me eigenlijk, want ik zie het meer als stuk van de raad die input heeft gehaald bij de burgers, waarvoor ze in de toekomst mee aan de slag kan. En mijn fractie die gebruikt graag dit stuk gedeeltelijk voor het schrijven van het verkiezingsprogramma. Misschien ook wel in de toekomst voor een ontwikkeling van een coalitieprogramma.
En niet meer, niet minder. En ik vind het zeer plezierig dat er wat opgesnoven is uit de zaal. Ik ben niet bij alle sessies geweest dat dat verwoord is. Ik betreur het wel dat er achteraf bij het Verdal College met de jongeren gesproken is en dat dat niet in stukken verwerkt is. Ik hoop dat dat alsnog in stuk verwerkt wordt. Ook in, als ik kijk naar de toekomst met de verkiezingen, om toch wat meer jongeren naar de stembus te krijgen. Dus het wel plezierig dat zij terug kunnen vinden van wat er in het stuk kreeg. Ja, en over die tegenstrijdigheden gesproken, voorzitter, kwam er net in mij op. Want ik hoorde in de zaal toen iemand zeggen, en dan vraag ik me af van hoe moet je dat verwoorden. En ik vind het zeer plezierig dat het toch wel redelijk goed op papier is gekomen. Iemand die zei van, we moeten in Ommen stoppen met het verder ontwikkelen van recreatie en toerisme. En ik fietste met de Pinksteren langs het bedrijf van die mensen en daar zag ik dat het helemaal vol stond met campers. Dus ik denk, ja, hoe kun je nou in een zaal zeggen van stop met het ontwikkelen van recreatie en toerisme en fixeer je meer op landgoederen en op landbouwbeleid. Hè, en vervolgens staat er een dubbele aantal campers dan toegestaan. Dus het is vrij lastig om allemaal op te schrijven van wat er bedoeld was. Mijn fractie is, voorzitter, zeer tevreden met het stuk. En wij zullen ermee doen wat wij voor onszelf denken wat ermee gedaan moet worden. Dat was denk ik gericht aan de portefeuillehouder en niet aan mevrouw Makkinga. Ja, goed, in algemene zin nog even reageren met de jongeren. We hebben natuurlijk wel getracht om jongeren zoveel mogelijk bij de avond zelf te betrekken. Maar ja, dat is voor een deel gelukt. Maar we vonden het eigenlijk dat het ook goed was om in ieder geval nog ook heel specifiek naar de jongeren die aandacht daarop te richten. En het mooiste is natuurlijk dat je bij elkaar kunt halen. Maar ja, dat lukt niet altijd. Maar bent u nog wel van plan om het te laten verwoorden, om het samen te voeren? Hè? Want er ligt een apart document op tafel. En ik had ook wel graag gezien, toch wel gaf ik net aan, dat het in het stuk verwerkt werd. Wat mij betreft wel, maar dan moet ik nog wel even afstemmen. Ja, maar volgens mij is dat aan het college. Want in het uitvoeringsprogramma staat het onderbootief uitwerken als opdracht aan het college. En ik snap dat mevrouw Makkinga zegt van, wat mij betreft wel, maar het moet overleg overkomen. Ja, het moet even overleg komen met het college. Mevrouw Lagas. Ja, voorzitter, volgens mij bent u al een beetje bezig om het antwoord te geven op de vraag die ik heb. Want ik vind het best lastig wat we hier nou mee moeten. Want er is een raadsvoorstel, dat komt gewoon vanuit het college, waarin staat in te stemmen met de geactualiseerde toekomstvisie om een motief 2030. Maar het is geen stuk van het college. Het is inderdaad een stuk wat mevrouw Makkinga gaat toelichten. Het is een verhaal wat opgehaald is uit de burgerij. Nou, en als wij dat vast moeten stellen, zullen we toch ook wat van de tekst moeten vinden. En anders is het een kwestie van, gebruik dit om mee aan de slag te gaan. Maar als wij een actualisatie van onze eigen, van de toekomstvisie die toen in die tijd is vastgesteld willen, formeel willen aftikken, ja, dan moet je ook wel wat met de tekst. En er staan een aantal dingen ook in die gewoon helemaal niet kloppen. Technisch niet, want er wordt bijvoorbeeld gezegd dat de stevigste structuurvisie aangaande de omgevingswet. Nou, u kent mijn stokpaardje. Structuurvisie bestaan helemaal niet meer bij een omgevingswet. Dus er staan een aantal dingen in. Ik denk van, oeps. En nou, het voorbeeld wat Leo aanhaalde, dat had ik ook al met uitroeptekens en dik rood onderstreept. Je stigmatiseert daar bijna. En ik snap dat dat uit de zaal komt en dat dat in de maatschappij zo gevoeld wordt. Dan heb ik daar ook helemaal geen problemen mee. Maar om daar dan te zeggen van, hiermee stellen wij de visie vast. Ja, dat gaat me toch wel een straatje te ver. En er zijn een aantal dingen los. Kijk, vanzelfsprekend is het iedereen vrij om te vinden wat hij vindt. En het is knap vertaald, laat ik dat zeggen hoor. Want het is heel beknopt vastgesteld, opgeschreven wat er allemaal gebeurd is. Maar als ik dan doorscroll en ik kom bij de strategie uit. Nou, ik heb heerlijk in de lome moed met een kopje thee heb ik het hele stuk zitten lezen. En dan kom ik bij die strategie en dan denk ik, oeps, daar moet ik even rechtop gaan zitten. Wat staat daar? Want dat is wel een hoogdravend, keurig netjes geschreven. En als je even ademhaalt en je hersens weer even op scherp zet, kom je er wel weer uit. Maar het strookt eigenlijk niet met datgene waar we voor zitten vanavond. En dat vind ik dan jammer. En ook bijvoorbeeld het verhaal van stilleed wat net naar voren kwam. Dat staat daarbij natuur, landbouw en recreatie. En dan denk ik van ja, hoort dat niet bij de kop participatie en tweedeling? Dan denk ik van jammer, want dan mist hij misschien de klap die hij nodig heeft. Nou, ik pak nou even een paar voorbeelden.
Ik wil helemaal niets aan het stuk tekort doen, maar als je hem echt als visie wil gaan vaststellen, moeten we er misschien toch even scherp naar kijken, textueel. En ook het volledig tot zijn recht laten komen waar het recht op heeft. Want het over het overgrote deel kan best voor visie doorgaan. Maar er zitten gewoon een aantal heel rare dingen in. En dat zou ik toch wel jammer vinden als we die kans voorbij laten gaan. Maar ik heb nu een beetje het gevoel dat we dit niet het moment is om dat te doen. Omdat het een samenvatting... En dan sluit ik meteen even aan wat meneer De Jonge zei over het onderdeel van de jeugd. Dat is wel hartstikke leuk natuurlijk. Ik heb het nog niet gelezen zo gauw. Maar het zou misschien een aparte paragraaf kunnen gaan krijgen. En dat zou best wel leuk zijn. Maar ik ben er een beetje ongemakkelijk mee nu. Dus. En u stelt dus eigenlijk voor om de notitie te heroverwegen? Nou, ik wil graag een goed advies hebben, zowel van de werkgroep als van het college, van wat doen we daar nou met de raad mee? Want er staat hier nu dat we het moeten vaststellen als een visie voor de toekomst. En dan heb ik er wel moeite mee. Daar kan ik er zo niet mee akkoord gaan. Mevrouw Bakelaar. Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat we het onszelf inderdaad veel gemakkelijker maken als we het hebben over een onderlegger die we opgehaald hebben vanuit onze inwoners, waarbij het er feitelijk niet toe doet of het nu klopt of niet, of dat we het inderdaad eens zijn of niet met die mening, maar het zijn gevoelensuitingen die er leven en ik denk dat dat ook ons doel was om op te halen, namelijk van wat leeft en speelt er en niet dat wij inderdaad, want ik snap wat mevrouw Lagas bedoelt, maar niet dat we gaan structureren van het hoort eigenlijk daar of zus of zo. Dus ik denk dat we elkaar een plezier doen als we zeggen dit is een onderlegger, hè, waarin de visie vanuit wat er is opgehaald vanuit de inwoners van Ommen wordt verwoord, waarbij we de opdracht geven aan het college om inderdaad een aantal zaken uit te werken. En volgens mij moeten wij er dan in gezamenlijkheid als collega's ook een uitspraak over doen. Willen we inderdaad ook de doelgroepen specifiek benoemd en bediend hebben? Willen we ook een visiedocument wat wij ook daadwerkelijk vaststellen als raad? En dat je op die manier dus gaat werken. Ik denk dat je ook de kracht van wat we nu hebben opgehaald, dat het ook, hè, wat meerdere al zeiden, een compliment waard is. En dat je juist de kracht van dit document en ook het proces zou moeten verder kunnen voortzetten. Maar dat je het nu, als je het benoemt als zijnde de onderlegger waarop je verder gaat bouwen vanuit de thematiek enzovoort, dat je dan verder kan. Want het zou zonde zijn om het nu, het proces en ook dat wat er is opgehaald, te stagneren naar mijn idee. Nog los van even een paar inhoudelijke opmerkingen die ik heb, maar die zou ik dan graag in een eerste termijn of in een tweede termijn, ik weet niet wat we aan het doen zijn namelijk nu, maar aan het woord weer. Volgens mij zijn we bezig met een termijn. En u mag de rest van uw opmerking ook nu. Nou, dan een paar opmerkingen, voorzitter. Wat ons betreft inderdaad een goed en leesbaar stuk. Het is zeker, want wij hebben het gezien, als je kunt het gebruiken als een visie of een onderlegger, hè, waarbij je de komende jaren een soort van kapstok hebt waar je de diverse beleidsstukken en andere zaken aan kan verbinden. En ook andere doelgroepen aan kan verbinden. Maar met jongeren moet je vooral misschien niet met zoiets komen, maar vooral ook gebruik maken van de social media, de Instagrams en de weet ik veel wat al niet. Dat weet mijn zoon beter dan ik, dus daar ga ik me niet aan branden nu. Kijk, en het vraagt ook heel veel van de inzet van inwoners. Want los van het feit welke rol wij hebben als raad als het gaat om beleid, maar we hebben ook het nieuwe Noorburgschap. Het nieuwe Noorburgschap zou je daar moeten koppelen. Om te kijken van hoe haal je dan nog meer op en hoe geef je ook vorm aan een aantal punten die hierin staan. En je zou het ook willen monitoren, maar dat vraagt wel om een uitvoeringsprogramma. En dat vraagt dus ook om een vastgestelde visie als raad. Maar dan zou ik hem ook echt op visie houden en niet weer op 30 pagina's waarbij we denk ik ook te veel wol hebben. En, dus dat was een punt. En we zouden wel willen zien, als je kijkt naar de verschillende rollen, of dat het inwoner of gemeente is, dat je aanvullend zegt, niet alleen faciliterende rol als gemeente, maar ook een ondersteunende en verbindende rol. En daar hechten we enorm aan. Nou ja, dat waren zo wat lukwegraken opmerkingen van het CDA. Lukwegraken opmerkingen. Meneer De Jonge, nog iets toe te voegen? De heer De Vries Robles. Voorzitter, ik wil toch even nu, gezien alle opmerkingen bij het stuk. Kijk, volgens mij zijn de conclusies datgene wat wij moeten delen met elkaar. En die conclusies zijn volgens mij vrij helder. Want er wordt gesproken over waar we naar op weg zijn. Een functionerende netwerksamenleving. Dat heeft u net onderschreven volgens mij met de opmerkingen die u bij het stuk maakte. Dus kennelijk deelt u dat. En er wordt gezegd dat de opmerkingen die in het stuk gemaakt zijn juist bedoeld zijn om een aantal
ontwikkelingen nader uit te wijken naar beleid. En dan worden er drie specifiek genoemd. En ik denk wel dat het belangrijk is dat we als raad die drie althans onderschrijven als wij dit stuk in ontvangst nemen. En dan worden ze genoemd, het gaat over digitalisering, het gaat over duurzaamheid en zelfredzaamheid. En ik denk wel degelijk, ondanks het feit, zal maar zeggen, dat we dit opgehaald hebben bij de bevolking, dat dit de belangrijke thema's zijn die wij in onze beleidsvisie voor de komende jaren gewoon mee moeten nemen. En dat zou dan ook de kern moeten zijn van het feit dat we dit stuk op deze manier in ontvangst nemen en deze conclusie delen, wat mij betreft. Mevrouw Lagasme, nog een aantal aanvullingen. Nou, ik ga ze niet maar noemen hoor. Ik zal ze wel even opsturen wat mij is opgevallen. Want daar kan alleen maar voordeel mee gedaan worden als kritisch lezer. Want soms is het ook gewoon textueel handig dat je even ergens op wijst dat dingen soms tegenstrijdig in stukken staan. En dat wil niemand. En dat heeft verder niks te maken met de kwaliteit van het stuk. Maar het heeft gewoon te maken met leesbaarheid ook voor buitenstaanders. Maar ik sluit me eigenlijk verder bij beide voorgaande sprekers aan. Die vulden elkaar wat dat betreft wel aan. Wij weten nu waar we naartoe kunnen, welke kant op. En ik denk dat het wel handig is om op de een of andere manier te kijken hoe geven we daar een vorm aan in een visie die wat gecompacter vormgegeven wordt, die hieruit gedistilleerd wordt. En volgens mij slaan we dan de spijker op de kop en blijft dit het onderliggende document, wat mevrouw Bakelaar ook al zei, waar we mee aan de slag kunnen. En de detailopmerkingen die zal ik wel even naar de werkgroep sturen. Annelies, is dat makkelijk? Oké, dan doe ik dat wel. Mevrouw Pol, namens de Partij van de Arbeid. Ja, wij hadden ook meerdere opmerkingen die nu als het stuk zeg maar min of meer verandert als basisstuk minder zin hebben om dat nu allemaal te gaan uitmelken. Het enige wat ik wilde zeggen over dit stuk, ik vond het zelf vrij algemeen. Het is het ommermotief. Ik vond heel weinig ommer erin terug. Dat vond ik zelf heel jammer. Ook die tweedeling daar moeten we wat mee doen, want hoe dat verwoord is in het stuk, daar kan ik in ieder geval niet, of onze fractie niet mee leven. Wat mij betreft is eigenlijk de uitdrukking het doel heiligt de middelen. En hier is van toepassing het middel heiligt het doel. Dus het proces, de inspraak van de bevolking, de betrokkenheid van de bevolking is wat mij betreft zelfs nog belangrijker dan wat hier nu op tafel ligt. En dan wou ik het even laten. Ja, dank u wel, meneer voorzitter. Ja, toen wij dit stuk lazen en in de fractie aan het bespreken waren, hadden we zoiets van, waarom moeten we dit stuk eigenlijk in een commissie behandelen? Want het is een doorbrochtsdruk, of je het er nou mee eens bent, ja of nee. En alle opmerkingen die je hebt, want namens de ChristenUnie kunnen we rustig zeggen dat wij in dit stuk best heel veel punten hadden waarvan we zeiden van, nou, daar zijn we het eigenlijk helemaal niet mee eens. En ik ben ook blij dat ik dat van andere mensen ook wel hoor, maar dat kunnen we hier niet te sprake brengen, want dit is ja immers een commissie. En op het moment dat ik een ChristenUnie sausje overheen wil gooien, word ik door de voorzitter vast op de vingers getikt. Nou, volgens mij zijn we hier met dit onderwerp al een beetje bezig met een raadsvergadering, als ik sommige fracties zo beluister. Ja. Nee, maar er is wel degelijk een verandering in dit gebeuren. Wat ik dus nu heel duidelijk hoor, is dat dit dus eigenlijk min of meer een samenvatting is. Dit is dus niet het ommermotief 2030. Zo hebben wij hem dus wel min of meer geïnterpreteerd. En zo houden we in de raad ook wel degelijk onze punten naar voren gebracht hebben, waarvan we zeiden van, als ik praat over duurzaamheid, vind ik onderbelicht, zorg, eenzaamheid. Nou, ik ga niet verder uitweiden, maar dat zijn zaken die ik toch wel mis. De agrarische sector is ook al even naar voren gekomen. Maar nu dit een onderliggend stuk gaat zijn, wil ik het ook verder kort houden. En dan denk ik van, dit kan mooi gebruikt worden om tot een visie te komen. En dan komen wij opnieuw weer met elkaar te spreken. U stuurt ook uw opmerkingen in. Last but not least, de heer Bongers. Dank u wel, voorzitter. Nou, ik zal het kort houden. Ik wil wel één opmerking maken naar aanleiding van meneer de Vries-Gobles, want hij denkt hiermee dus zeg maar drie thema's te kunnen destilleren. Dat zou kunnen. Maar ik vind dat we moeten ook oppassen dat we niet naar een abstractieniveau gaan waarbij we ons allemaal in kunnen vinden en vervolgens er niks staat. En het moet wel inhoud hebben. Het moet wel ergens over gaan. En of welk aspect dan meer of minder belicht wordt, dat is politiek. Maar ik vind wel, het moet enige diepgang krijgen. Want anders dan wordt het zo'n document om te zeggen, kijk, hebben we kunnen afvinken en klaar is Kees. Daar pas ik voor. Dan is het woord aan het college, maar ik
merk eigenlijk al op van wat zich nou ontwikkelt. Dat leidt ertoe dat we dit 29 juni volgens mij nooit kunnen behandelen. Het woord is aan de heer Verkerk. Nou, voorzitter. Vindt u weinig strijdvaardig? Nee hoor, dat is flauw om te zeggen. Ik denk dat we moeten proberen wat duidelijkheid te verschaffen over de status van het stuk. En misschien is dat een oefening die we met z'n allen nog even moeten lopen. Want wat ik wel proef, is dat iedereen het buitengewoon verdienstelijk heeft gevonden om de oefening te lopen. Van Makker heeft dat ook goed gedaan, dat wil ik wel gezegd hebben. En ik prijs ook iedereen die de moeite heeft genomen om die avonden te komen, zijn oprechte inbreng te leveren en zijn oprechte betrokkenheid te tonen met de ontwikkeling in de gemeente. Dat is al heel waardevol dat dat gebeurt, dat mensen dat doen. En dat het volgens mij toch heel behoorlijk is opgeschreven ook. Ik herkende mij er best goed in toen ik het 14 jaar geleden las. En ik denk dat ook veel, nou misschien niet heel ingevoerde om en aan, ook nu in één keer heel goed begrijpen wat hier aan de hand is en welke kant het opgaat. Dus laten we die grote opbrengst zo goed mogelijk vastzetten en nog even nadenken hoe we het positioneren. Je hebt allemaal wel wat opvattingen over gegeven. Laat ik één ding duidelijk zijn. Het stuk is gedaan vanuit de opdracht van de raad. Het college is opdrachtnemer. Heeft er volgens mij niet heel actief zelf ook in geacteerd, maar het gefaciliteerd. We hebben het ook betaald. Ik heb inmiddels begrepen dat het voorgenomen budget voor uitvoering en vervolg wat is gekort. Met instemming van de raad, zeg ik erbij. Dus dat maakt het ook wat lastig om heel veel nog te doen. Dus dat betekent dat wij snel en accuraat moeten handelen om helderheid te geven over het stuk. Ik denk dat dat het belangrijkste is wat we moeten doen. Wat we niet moeten doen is het stuk in de raad brengen zoals het nu is. Dan krijgen we een enorme amendementendiscussie, vermoed ik. Dat kan niet de bedoeling zijn van de goede wil en betrokkenheid van de burgers. Dus ik wil proberen daar een route voor te vinden. Het merkt mij dat we dit stuk, er staat visie, maar het is eigenlijk veel meer een verkenning van jongens, wat gaat er nou gebeuren de komende 10 jaar, dit en dit en dat en dat. En daar wordt wel een beetje richting aan gegeven. Maar het is vooral ook zeker een motief, dames en heren. Het is heel nadrukkelijk onderbouwd van wat er aan de hand is en welke kant het bij de diverse beleidsvelden naartoe moet. Dus je zou nog kunnen kiezen voor een vorm, de raad neemt het de kennisgeving aan en vat het op als een bouwsteen voor de verkiezingen en voor het collegeprogramma en voor andere dingen. Dan heb je vrij snel het stuk vastgesteld, maar dan weet ook iedereen de status, het is de kennisneming, dat vind ik net wat te weinig. Dus ik zou het meer willen zien als een hele nadrukkelijke handreiking naar politieke processen die komen. Ik denk dat burgemeesterskandidaten het ook wel willen lezen. Ze moeten ook niet heel lang het uitstellen. Dus ik zou mij zo voor kunnen stellen dat u onder mijn facilitering met de fracties nog eens even bespreekt. Om hier en daar wat feitelijke onjuistheden eruit te halen. Mevrouw Lagers heeft dat heel nadrukkelijk gezegd. Want volgens mij zitten we in deze gemeente behoorlijk goed op de rit als het gaat om de invoering van de omgevingswet. Die het mogelijk maakt dat gemeenteraden de verschillende belangen in het fysieke domein met elkaar kunnen afwegen. Daar bent u al ver in. Dat vind ik wel een oogst die gezien mag worden en ook volgens mij gemarkeerd moet worden. Want dat helpt in de verdere vormgeving van de processen die komen. Dus ik stel me voor dat we daar, maar goed, het presidium kan daar ook nog over zeggen. Kijk even naar de G4 en de vicevoorzitter wat nou een handige route is. Maar ik zou er graag met de vertegenwoordigers van de 7 fracties nog eens over willen spreken. De feitelijke onjuistheden eruit te halen. De hele duidelijke innerlijke tegenstrijdigheden misschien wat glad te strijken. En dan maar eens even kijken of daar een wat sterkere tekst uitkomt. Waarvan we allemaal kunnen zeggen van nee, het staat er allemaal in. Je hoeft het niet met alles eens te zijn. Want er zit ook geen financiële paragraaf bij. Het is ook niet financieel gelabeld. Van nou, dat vinden we zo belangrijk, gaan we doen. Dat is het politieke proces wat komt. Wat er ook niet heel nadrukkelijk in staat, is het verdienmodel of de business case van deze gemeente. Daar kun je het ook nog over hebben. Daar is dit te abstract voor. En dat is de rol van de politiek om daar dan concreet invulling aan te geven.
En daar moeten we helder over zijn. Dat moet er ook in staan. Beste dames en heren, dit is een verkenning van de toekomst. Dit zijn de elementen. We gaan die kant op als het ons ligt. En er spreekt elan uit. Hè. Er wordt bepaald gezegd, we moeten met duurzaamheid aan de gang. We moeten met energie aan de gang. We moeten met verkeerszaken aan de gang. In de zorg is er het nodig aan de hand. Het zijn heus wel duidelijke richtinggevende uitspraken. Dus dat moeten we bewaren. Maar het is niet een financiële afweging. Het is ook niet het verdienmodel van deze gemeente. Dat moet de politiek doen. Dus laten we dat goed opschrijven. En dan is ook voor iedereen duidelijk waar het heen gaat. En dan kan de raad hem nou helemaal vaststellen. Of zeggen, we stellen hem vast met het oog als handreiking voor politieke besluitvorming of verkiezingscampagne. Dan is ook niet iedereen helder hoe het is. Maar dan behoud je de waarde van het proces. Dus mijn idee zou zijn om het stuk even aan te houden. Nog niet te agenderen voor de raad van de 29e, meen ik. Maar ik wil hem wel voor de zomer af hebben. Dan is hij maar klaar als de verkiezingscampagnes beginnen. En dan kunt u hem ook inzetten. Ja, ik vind het wel belangrijk als er burgemeesters uitgezocht moeten worden. Is dat een werkbare weg? Ik kijk vooral ook even naar de griffier en naar de vicevoorzitter. Kan iedereen leven met dit voorstel? Voorzitter, ik heb nog wel één, want ik heb goed geluisterd wat er gezegd wordt. Want het zou mij ook wat waard zijn dat we het, wat nu voor ligt, afspiegelen tegen het onmotief zoals die nu voor ligt. Want als je goed kijkt wat hier op papier staat en je spiegelt dat af tegen dat onmotief wat er ligt, dan zie ik aanvullingen, maar niet veel grote verschillen erin. En dan voldoen je ook aan hetgene wat de heer Bommers net aangaf, van de drie punten die door D66 is aangegeven zijn te bekrompen. En als je het afspiegelt tegen het oude onmotief, dan heb je ook een wat bredere visie. U voelt zich niet aangesproken, meneer de Vries-Robles. Ik voel mij wel aangesproken, meneer de voorzitter. Maar ik wil slechts herhalen dat dit zijn niet mijn termen. Dit zijn termen die in dit stuk staan. En die als algemene lijn, belangrijke ontwikkelingen voor de toekomst, gedistilleerd zijn uit wat opgehaald is. Met andere woorden, daar moeten wij iets mee. En dan kunt u wel zeggen dat het bekrompen is, maar we moeten er verdorie gewoon iets mee. Goed, het is duidelijk van het stuk wordt aangehouden en er wordt door een aantal vertegenwoordigers uit uw midden nog nader naar gekeken. Dus dit onderwerp ook afgehandeld of u hebt nog een toevoeging? Ja, voorzitter, ik heb er wel haast mee, dus ik ga u bijeenroepen in de randen van de nacht. Nou, dat is een rekbaar begrip. Nou, mits voorzien van een goede borrel is dat helemaal niet erg. Dan gaan we nu over tot de rondvraag en dan geef ik eerst het woord aan mevrouw Makkega. Om het podium van 5 juli. Ja, inderdaad. Participatiewerkgroep die is behoorlijk druk. De tweede op het podium staat voor 5 juli op de agenda hier weer in het gemeentehuis. U hebt misschien al gezien dat er de eerste werving en de PR daar rondomheen gestart is. Om het nieuws van gisteren stond een artikeltje met ook een verwijs, met ook iets van een aantal interviews met deelnemers die vorige keer hun initiatieven naar voren hebben gebracht. We hebben als werkgroep ondertussen ook de verbindingen gelegd vanuit de initiatiefnemers van vorige om het podium richting BOH en dat ook weer teruggekoppeld. En we hebben net deze week, vorige week ook aangegeven dat we allemaal als werkgroeplid ook nog even weer de verbinding leggen met de initiatiefnemers van de eerste keer, zodat we dus goed eigenlijk monitoren, maar ook de lijnen kort houden met degene die initiatieven hebben getoond en ondertussen ook al sommigen direct daarmee aan de slag zijn. Nou, natuurlijk weer een beroep op allemaal op jullie om mensen te enthousiasmeren om ook 5 juli weer met hart voor ommen hier het podium te pakken. Dankjewel. Dan de rondvraag, meneer Dunnewind namens het CDA. Dankjewel, voorzitter. CDA heeft een rondvraag ingediend. Het gaat over de N340, oftewel de Vechtdal-verbinding. Van 6 juni tot en met 17 juli 2017 ligt de herziene PIP van de Vechtdal-verbinding ter inzage. In dit document staan ook de maatregelen met betrekking tot farsen zoals die op dit moment bekend zijn weergegeven.
Met betrekking tot het kruispunt Vassenerweg, Hessenweg West, vinden wij dat voorliggende plannen onvoldoende recht doen aan de verkeersveiligheid. Immers, met het verdwijnen van de verkeerslichten zal er bij Varssen geen onderbroken stroom verkeer meer zijn, wat de oversteekbaarheid zal bemoeilijken en bij tijden zelfs onmogelijk zal maken. Zo zijn er nogal wat boeren die aan beide zijden van de N340 land hebben liggen. Boeren uit Varssen die grond aan de noordkant hebben en andersom is dat ook het geval. Daarnaast zijn er loonwerkers, fietsers, veelal scholieren, melkauto's, andere bevoorradingsafvalvrachtauto's die het kruispunt moeten oversteken. Daarnaast zal het bij het kruispunt Vassenerweg Hessenweg West drukker worden als gevolg van het terugbrengen van het aantal oversteken over de N340. Door voorgestelde maatregelen wordt Varssen in tweeën gesplitst en is het niet ondenkbeeldig dat de leefbaarheid afneemt, onder andere als gevolg van het toenemen van het sluipverkeer over de Hessenweg West. Hebben we een tweetal vragen, voorzitter. De eerste is: is het college voornemens om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de herziene PIP? De tweede vraag: is het college voornemens om bij een commissievergadering van de Provinciale Staten in te spreken met betrekking tot deze herziene PIP? Tot zover, voorzitter. Het woord is aan de portefeuillehouder, de heer Verkerk. Ja, dank u wel voor het feit dat u nogmaals de aandacht vestigt op dit verkeersprobleem. Waar volgens mij de hele bevolking van Ommen mee bezig is. Waarvan ik ook zeker weet dat de hele raad hier zich enorm bij betrokken voelt. En dat weet ik omdat ik 2 weken geleden een overleg heb gehad met fracties. Fractievertegenwoordigers uit de Ommense Raad die ook contact hebben met hun fracties in Provinciale Staten. En wat dat betreft zijn deze fracties enorm te prijzen dat ze gebruik maken van de contacten die ze in de Staten hebben. Dat heeft u goed gedaan. En ik beschouw u gewoon nu even als woordvoerder voor iedereen die daar politiek mee bezig is. Natuurlijk is het zo dat we op allerlei wijze bezig zijn om de besluitvorming te beïnvloeden. Er horen verschillende arena's en strijdtoernelen bij. Ik heb dat toen ook indringend met u besproken. De kunst is een beetje om in al die verschillende arena's de juiste toonhoogte en gekruidheid in de argumentatie neer te leggen. Waardoor een geheel ontstaat, waardoor men en door de feiten en door politieke strijdbaarheid, maar ook door zorg voor verkeersdeelnemers gemotiveerd wordt om het juiste besluit te nemen in het perspectief dat er geen oneindige financiële middelen zijn. Dus het is dus een heel uitgekiend samenspel van verschillende tafels waarover gesproken wordt. En ik heb u dat daar ook uitgelegd. Ik denk dat het belangrijk is dat onze ambtelijke vertegenwoordigers op basis van hun deskundigheid hun counterparts probeert te overtuigen dat dit echt moet gebeuren en dat er ambtelijk ook naar wegen wordt gezocht om dit financieel en technisch mogelijk te maken. Dat is spoor 1. Daarnaast hebben we ook afgesproken dat de waarnemend portefeuillehouder zou gaan spreken met de gedeputeerden. En ik heb hem al in de wandelgangen gesproken, waar we gaan ook echt nog een keer officieel overleggen. Daarnaast is er de politieke arena die reeds belopen wordt door raadsleden die fractiegenoten hebben in de Staten. En die kennen deze lijn. En daarnaast is er ook publicitair nog wel wat te doen. Maar dan moet je op het juiste moment er aandacht voor vragen. En nou is even de vraag hoe je hem timed. En dat is wel even een kwestie van precies uitzoeken hoe ver dan de besluitvorming is. Ik wil heel graag op meenemen om al die verschillende lobbytafels en elementen wat in kaart te brengen. Daarbij kan heel goed dat wij een zienswijze indienen op het PIP. Want het staat er nu niet in, dat heeft u heel duidelijk gezegd. Ja, dat is een omissie. Maar we weten wel dat de provincie bezig is om er wat van te maken. En het zit hem dan meer in de techniek van de aanbesteding en de rijkwijde waarin in aanbesteding er mogelijkheden zijn om mee te pakken. Dat is een wat lastig proces, maar ik heb wel een goede wil geproefd bij de provincie om hem er op die manier in te stoppen.
Dus ik moet even zien hoe zich dat verhoudt met de formele vaststelling van het PIP. En daarbij zou het best kunnen zijn dat wij om ons punt te maken en om niet tegengeworpen te krijgen. Ja, beste gemeente staat niet in het PIP, dus we doen het lekker niet. Ik begrijp dat daar uw zorg zit, snap ik wel. Dus laten wij het goede doen door alles in samenhang nog eens te bekijken. En daarbij zeg ik er toe dat we de zienswijze gaan indienen. Dat we in PS gaan inspreken. Om even kijken op welke toonhoogte en wat precies doen. Maar dat ik ook op meeneem om parallel daaraan met die gedeputeerden te praten. En mijn ambtenaren flink de sporen laat geven om te kijken hoe snel ze kunnen zijn met het ambtelijk overleg. En als je dat met elkaar doet, dan ontstaat er ook wel een momentum in de publiciteit. Ik wil dat graag met de woordvoerders van de raad een beetje timen. En dan denk ik dat we nog eind gaan komen. Je moet zich wel realiseren dat de provincie in veel gevallen ook om eigen bijdrage vraagt. En dan wordt het dun hier. Dat weten we met z'n allen. Toch zijn we strijdbaar om dit punt aan te kaarten. Maar dit blijft toch een kwetsbaar element in heel veel dingen die wij willen. Ik heb dat bij eerdere omstandigheden ook wel gezegd. Het financieel perspectief wordt wel beter, maar is nog wel broos. En daar moet u ook goed rekening mee houden bij de financiële inspanningen die u met de gemeente wilt doen. Maar goed, daar komen we bij de kadernota nog wel over te spreken. Maar zo wou ik het ongeveer doen. Dat betekent dat ik goed contact wil houden met de woordvoerders. En dan ontrolt zich wel een lobbytraject. Dus ik denk dat het antwoord op je vraag ja is. De heer Dunnewit. Bijna ja. Krijgen wij een raadsbrief van de zienswijze die ingediend is, TZT? Verder nog iemand over dit onderwerp? Nee. Dan hebben we de rondvraag gehad en dan sluit ik bij deze de vergadering. En wel thuis.